Crash Bandicoot 4. Yeah! Mensen, welkom bij Even Lekker in Bed. We gaan weer een nieuwe aflevering doen. Dit keer geen Nintendo DS. We gaan lekker beginnen met een PlayStation 1 game, Crash Bandicoot 3. Voor de PlayStation 1 dus, na het intro. Okay, people, let's go to work. En Crash Bandicoot is één van mijn favoriete games. We gaan kijken naar het intro, want dat is al fantastisch. Nee, we slaan het over. We gaan gewoon gelijk de game spelen. Ik lig hier gewoon lekker in bed, heerlijk. Lekker te genieten. Ik heb een controller in mijn hand. En we gaan gewoon eens wat van de game laten zien aan jullie. Nou, dit zijn de levels waar je uit kan kiezen. We gaan gewoon met level 1 beginnen. Dit is het derde deel. Je vraagt je af waarom begin ik met het derde deel. Dat komt gewoon omdat... Ja, dit is gewoon een heel goed deel. Crash Bandicoot 3 vind ik altijd... Ja, ik weet niet. Ik vond 2 het beste als ik mijn eerlijke mening moet geven. Crash Team Racing was fantastisch. Daar wil ik gewoon... Nou, daar kan ik zoveel over kwijt. Maar dit is dus Crash Bandicoot 3. Met kippetjes. En het is de bedoeling van Crash Bandicoot. Je speelt een vosje, een buidelrat eigenlijk. Heel veel mensen zeggen een vosje, maar het is eigenlijk gewoon een buidelrat. Die omgetoverd is door Cortex, de gemene Cortex. En Cortex heeft van deze buideldas een supermutant. Nou, een mutant gemaakt vind ik een beetje te grof. Hij heeft wel een buidelrat gemaakt met meer vaardigheden dan een normale buidelrat. Zo zou je het dus kunnen noemen. En Cortex heeft natuurlijk kwade plannen om de wereld te vernietigen. En weet ik het allemaal niet. Weet je, dat hebben alle bad guys. Die hebben dat. En jij moet als Crash Bandicoot eigenlijk... Ja, Cortex verslaan in een match. En hij heeft natuurlijk ook allemaal vijanden gemaakt die ik probeer te verslaan. Zoals deze vent met zijn grote bril op. Die komt heel vaak voor in de levels. Een accu pak ik nu op, een maskertje. En we gaan met de vraagteken erboven. Ik ben echt een Crash Bandicoot noob. Ik ken heel veel van Crash Bandicoot. Heb je wat te vragen? Snap je iets niet van Crash Bandicoot? Vraag het in de comments en ik ga ze proberen te beantwoorden. Dit is puur omdat ik ben opgegroeid met Crash Bandicoot. En ik wil ooit nog wel eens een speedrun gaan doen. Dus dat betekent dat je het spel uitspeelt in een hele snelle tijd. Nou, de levels ken ik zowel uit mijn hoofd. En Crash Bandicoot 3, moet ik eerlijk zeggen, heb ik wel veel gespeeld. Maar niet zoveel als deel 2, denk ik. Deel 2 is echt mijn favoriet. En daar zitten ook wel pittige levels bij. Vooral de eindlevels in de ruimte. En dit speelt zich dan af in de middeleeuwse. Echt een middeleeuws thema. Er zitten verschillende thema's in Crash Bandicoot's levels. En na elke 5 levels heb je dus een baas. Deze crystals moet je verzamelen. En elk level zit er 1. En bij 25 kristallen kan je dus opnemen tegen de eindbaas Cortex. Hij is eigenlijk Neo Cortex. Hij heeft nog handlangers en zo. Dat is ook gemeen. Zo, en ik heb alle kristallen, alle boxen gesloopt. En dat betekent dat je een tweede externe diamant krijgt. Nou, het is toch wat. Een hele leuke toevoeging. En ook weer iets minder, maar toch wel leuk. Het is een beetje verschillend. Is dat Coco, het zusje van Crash Bandicoot, meespeelt in dit spel. En dat wil dus zeggen dat Coco kan niet zoveel als Crash. Dus, wat hebben ze gedaan? Ze hebben levels gemaakt zoals Orient Express. Ik laat het zien hoe dat in elkaar zit. Coco, het enige wat zij kan doen is een beetje springen, hoog springen. En dat is niet genoeg om een level te vullen. Kijk, ze springt echt abnormaal hoog, dat zie je. En ze hebben gewoon een level gemaakt waarop jij op Pura Pura, het tijgertje, gaat rennen over de Japanse of de Chinese muur. Ja, de Japanse muur, de Chinese muur. En ik ga wel even keihard het level doen. Ik ga niet alle boxen pakken, ik wil gewoon een keiharde, soort speedrun idee wil ik wel gaan maken. En ja, ik vind het een heerlijk level. Ze hebben namelijk uit mijn hoofd 2 of 3 levels. Ik geloof sowieso nog een level in het donker hebben ze gemaakt. Maar er zijn 3 levels dat ze hebben gemaakt. Van het rijden op een tijgertje. Oeh! En hier komt de kristal. Hier moet ik altijd vaart verminderen. Want ik heb wel eens gehad dat ik zo hard ging dat ik dat kristal niet eens oppakte. Zo. En nu zijn we bij het einde aangekomen. Nog 1 jump. En dan komen we langzaam bij het einde. Wat? Holy crap! Dit was echt heel raar. Oké. Wow, dat heb ik serieus nog nooit gehad. Dat meen ik echt serieus. Ik zal maar niet meer zo hard gaan. Je ziet wat er van kan komen. Het zou het moeten doen hoor. Kijk, hij moet gewoon op dat platform komen.
En hier is het einde op één jump en dan komen we er met een grote jump. Hoppakee. En ja, natuurlijk is het grafisch een beetje minder. En dat komt natuurlijk omdat het natuurlijk altijd op een PlayStation 1 blijft. En PlayStation 1 is al jaren oud. Het begon met de PlayStation 1. Denk ook aan Nintendo. Denk aan de GameCube. Zulke oldies consoles. En bij mij bestaan ze toch altijd hier in mijn hart. Want het is gewoon fantastisch. Ik ga nog één leveltje doen met jullie voor de even lekker in bed. En dat is niet de Making Waves. Dan moet je met een bootje. Dit is een heel leuk level, Boneyard. En het tweede level is een onderwater level. Ik vind onderwater level niet heel leuk. Dus ik doe gewoon dit lava level. Dit is een heel leuk. In Crash Bandicoot 1 kwam het al. Dat er een vallende steen, een beetje een Indiana Jones idee, kwam er in de levels. In deel 2 is dat vervolgd met een beer. En in deel 3 is dat vervolgd met een grote dino die achter me aankomt. En die dino die heeft geen nut. Nou ja, die heeft niet echt een doel of zo. Die heeft zoiets van, ja, ik loop gewoon tot Crash Bandicoot daar loop en ik mag hem niet. Maar hier blijft hij staan wachten, weet je. En op een gegeven moment als je verder loopt, denk je toch van, hé, ik zie die Crash Bandicoot, ik ga er achteraan. Nou, lava is niet verstandig om in te komen. Want dan verbrand je, ik heb ook geen Uka Uka, dat maskertje wat je oppakt. Dat is weer voor... Oeh, dan komt hij dichtbij. Oh, nee, shit, hij gaat me pakken. Oh, net op tijd. En nu denk je, gaat weer achter je aan, maar dat doet hij niet. Nee, hij blijft gewoon wachten. En nu wordt het dus een soort Mario-idee. Dit is echt een Mario-ideetje. Vanaf de zijkant heb je gewoon lekker de game. TNT, kijk uit, bij 3, 2, 1 ontploft die. Ik heb dus een masker, een Uka-Uka-masker. En die beschermt mij als ik een keer geraakt word tegen duistere mannetjes die uit het water komen. Ik laat jullie zien wat het voor duistere mannetjes zijn. Maar daar zitten ze en ik weet nog steeds niet wat voor mannetjes het zijn. Ik snap het niet. Ze zitten in het water en ze hebben grote Dracula-mantels aan of zo. Ik weet het niet. Checkpoint. Nitro's moet je nooit aanzetten, mensen. Nu vraag je af hoe kan je dan een nitro vernietigen als je er niet aan kan zitten. Want het telt mee als een doos. Aan het eind van het level heb je een groene box. Een groen uitroeptekenboxje. En als je die kapot slaat, dan vernietig je alle nitro's. Boxjes. Zo, we gaan de bonusronden in. En dat houdt in dat we dus... De bonusronden vind ik altijd wel leuk. Altijd leuk gethematiseerd ook. In de stijl van het level, zeg maar. Oh, dit zijn rotboxen altijd. Zo. We gaan niet voor alle dozen. Het kan eventueel wel, maar ik denk niet dat we... Ja, nu kunnen we het al niet halen meer. Want we hadden die bovenste springdoos nodig om naar boven op te komen. Dus we gaan gewoon even snel hier doorheen zo. Hoppakee. Sommige levels kan je niet alle dozen inhalen, omdat je dan bepaalde kleurige gems nodig hebt. Dus net als bij Sonic eigenlijk heb je gekleurde diamanten nodig. Er zijn er altijd 5 in elke Crash Bandicoot game. Het zijn ook wel 5 verschillende altijd in een game. Het is nooit hetzelfde. En dat maakt het wel grappig, maar die gekleurde diamanten zitten vaak op geheime plekjes. Best wel lastig om te vinden. Nou, hier krijgen we het laatste stukje van het level. En dat is dat er weer zo'n... aap, nou ja, aap dino achter je aanloopt. Is op zich niet heel erg. Ik weet dat er een geheim iets is in het spel. Als je je laat meenemen door zo'n vogel, zo'n reptiel, dan ga je naar een geheim level. Ik weet niet of dat bij deze is. Oh, dit vertraag je dat gras. Uitkijken. Oh! Kom op, haal het, Vince. Kom op. Ik kan het. Toch weer anders hoor, een Xbox controller. Kijk, dat is die groene doos. En we missen net 2 dozen. En dat is die 2 dozen die we op de bonus level zagen. Dus, ach, het is wat. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat een groene like achter. Mocht je dit soort dingen meer willen, PlayStation Games op mijn kanaal. Voor even lekker in bed. Even lekker genieten. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doeg!